Beste vrienden, we zitten bij Radio Rijnmond. Laat even zien, dit is Dennis van Eersel. Oh, daar hebben we... Ja, je ziet hey. Sinclair Bisschop. Zit een beetje in de zon, of niet? Ja, lekker. Je zit goed in het zonnetje, ja. Ja, jongens. Feyenoord. Wat moet ik daarmee aan? En jullie ook, trouwens. Ja, wij helemaal. Ja. Ja, jullie helemaal. Ja, want beste vrienden, voor de mensen die dat niet weten... Dit zijn de mensen die altijd het radioverslag doen. Ja, met hem samen, met de Sinclair. En jullie, ja, elke wedstrijd van Feyenoord verslaan zij. En ze gaan helemaal uit hun plaat. Als er gescoord wordt, wie gaat er het meest uit de plaat, trouwens, van jullie tweeën? Ja, het ligt eraan welke tegenstander en wat voor wedstrijd. Maar ja, bij een doelpunt tegen Ajax met Wilbert, ja, dan gaan we allebei wel goed uit onze stekker. Allebei uit het dak. Maar wie schreeuwt er het hardst van jullie tweeën? Denk jij? Ja, ik denk dat ik dat dan ben. Ik denk het wel. Toch wel, ja? Ja, ja, toch wel. Ja, precies. Hé, hey, maar luister, wat moeten we met Feyenoord, jongens? Ja, wat moet je ermee? Feyenoord moet hoe dan ook, Harry, Europees voetbal halen. En het liefst ja. Natuurlijk een zo groot mogelijk toernooi. Maar laten we realistisch zijn, de Conference League zou nu al heel wat zijn als Feyenoord dat haalt. En het is ook gewoon financieel keihard nodig voor Feyenoord. Dus linksom of rechtsom, advocaat en die spelers samen, hè, staf en spelersgroep samen, zullen het recht moeten breien in de laatste 7 wedstrijden. Ja, hey Sinclair, wat is er aan de hand tussen die groepen en die advocaat? Ja, dat is niet iets van vandaag, hè. Dat speelt natuurlijk al langere tijd. Een beetje generatieconflict. Spelers willen naar links, de trainer wil naar rechts. Ja, wie is eigenlijk de baas in de Kuip? Raak je een beetje de regie kwijt, onze kleine Dickie? Nou, Dick is al een tijdje de regie kwijt. En Dick denkt ook, ja. Nou ja, Dick denkt ook van. Ik stop toch aan het eind van het jaar. Ik heb helemaal geen zin in al die conflictjes nog met jongens die 60, 50 jaar jonger zijn dan ik. Het is geen gezond huwelijk op dit moment. Dat mogen duidelijk zijn. Wat gaan we doen? Wat moet Feyenoord doen? Nou, er zijn 2 opties. Advocaat is een gelouterde coach. Die weet hoe de mechanismes zijn binnen de groep. Ja. Als hij eerlijk is en weet, dit krijg ik niet meer aan de praat, moet hij zeggen, ik stop ermee, het is mooi geweest. Ja. En anders moet hij keihard gaan ingrijpen, maar dan ook keihard gaan ingrijpen. De mensen die niet met hem mee willen, ja, desnoods maar uit het elftal. Doe je dit niet, laat je dit doorsudderen, ja, dan kunnen jij en ik al invullen hoe het seizoen als een nachtkaars uitgaat. En dat je, ja, grote kans zelfs geen Europees voetbal gaat halen. Want ja, Feyenoord is niet zo slecht als de laatste weken. Dan kan jij zeggen, ja, PSV spelen ze wel goed. Ja, omschakelvoetbal, daar heb je omschakelmomenten gehad. Ja, we hebben natuurlijk niet echt de laatste weken ook niet tegen AZ een Feyenoord gezien dat de tegenstander de wil oplegt. Nee. Jurgensen is niet zo slecht als iedereen nu zegt. En zo kan ik nog wel meerdere spelers opnoemen. Dus of hard ingrijpen of stoppen. Dat is de enige optie in mijn optiek. Welke spelers moeten om volgens jou? Wie moet er zich gaan gedragen? Weet je, geen vinger op te leggen. De ene keer is het Pietje die de fouten maakt en die niet luistert. De andere keer is het Jantje. Maar feit is wel dat hij heel veel conflicten heeft gehad met zijn aanvoerder Steven Berghuis. Nou, ik heb een paar weken geleden al geopteerd. Begin nou misschien ook voor Berghuis beter, met het afpakken van die aanvoerdersband. En dat niet zozeer om Berghuis te straffen, maar meer. Dan kan Berghuis zich misschien, hoeft hij zich niet zo verantwoordelijk te voelen, kan hij zich meer bezighouden met zijn eigen spel. Want ook tegen Emmen was het eerste 40 minuten goed, maar daarna hebben we Berghuis ook nauwelijks meer positief gezien. Dus dat zijn, denk ik, dingen waar je mee kan beginnen. Maar dat er iets moet gebeuren, mag ook duidelijk zijn. Juist. Hey Dennis, even. Die Koffermans, die wil ineens geld hebben dan. Of die zegt dan tegen de supporters, je moet geen geld terugvragen. Ja. Ja, pardon zeg. Jij en ik weten toch hoe moeilijk het is voor die Feyenoord supporters om al een seizoenkaart te kopen. Dan moeten ze soms wachten op een vakantiegeld. Als je ze ziet lopen bij de Kuip, die supporters, dan hebben ze nog shirt aan met de gouden gids en Opel en weet ik veel wat meer. Die hebben gewoon het geld niet om een shirtje te kopen. En dan ga je tegen die mensen zeggen, pardon zeg. Het is me toch van een armoede, Dennis. Die boeren. Ja, tuurlijk. Het geeft aan hoe diep de sores is in Rotterdam. Hoe groot Feyenoord in de problemen zit. Hè? Als je dat filmpje bekijkt, de mimiek van Koevermans erbij. Ja. Ja, het geeft heel erg duidelijk aan, voor het eerst ook echt naar buiten toe, hoe groot die problemen zijn. Dus, hoe kan dat nou? Het is zo'n grote club. Hé hey Sinclair, wat moeten we zeggen tegen de Feyenoord-aanhang? Als jij een supporter bent van Feyenoord, ik bedoel, dan word je toch niet goed gewoon? Ja, die Feyenoord-supporter die heeft echt wel wat eelto opgebouwd hoor, de laatste jaren. Want het is natuurlijk niet iets van dit jaar. Ja,
de periode onder Van Bronckhorst, toen zijn er wel wat prijzen behaald. Maar ja, na de gewonnen UEFA Cup hebben we natuurlijk heel veel van dit soort jaren gehad. Waarin Feyenoord al vroegtijdig is uitgeschakeld in alle toernooien. En achteraf blij mag zijn dat het Europees voetbal gaat halen. Dus onder Rutte hebben we ook zo'n jaar gehad. Dat het allemaal nog wel aardig begon. En op een gegeven moment helemaal inkakte. Ja, dit is niet iets van nu. En ja, feit is wel dat die Feyenoord supporter in ieder geval altijd achter die club blijft staan. Dus hier komen wij als supporters ook wel weer doorheen, hoor. Ja, want jullie zijn ook supporters. Dennis, ja. Dennis, wat zeg jij tegen je mede-supporters? Nou ja, hou vertrouwen, hou hoop. En sterker door strijd is natuurlijk een mooi Rotterdams motto. Hè? Juist vanuit die moeilijke tijden. Als Feyenoord dan weer boven komt drijven. En ik heb er heilig vertrouwen in dat Feyenoord op een gegeven moment weer boven komt drijven. Ik weet niet hoeveel jaar het duurt, maar uiteindelijk gebeurt dat weer. Dat was de vorige keer ook zo, daar geloof ik in. Ja. En dan is het des te mooier wanneer dat er is. Als je dan ook weer uit een dal bent gekropen. En dat weten we als Rotterdammers als geen ander. Nou Harry, weet je wat het natuurlijk wel is? Je kan ervan zeggen wat je wil. Er was ook toen Jaap Stam binnenkwam. Ja. Dat is wel met de bedoeling dat er wel wat gaat gebeuren bij die club. Dat is nu ook met Arne Slot. Of het nou gaat lukken, dat is met Stam mislukt. Maar dat is misschien wel de hoop. We gaan nu wel een trainer krijgen die in ieder geval van het voetbal uitgaat. Nou, dat is al iets. Maar als je nou het verschil ziet, hè, tussen het voetbal van Ajax en Feyenoord, dan word je toch niet goed gewoon? Als je toch Feyenoord bent? Dat is toch werkelijk... Er zitten divisies tussen ongeveer nu. Ja, maar er is natuurlijk ook een verschil of jij allerlei spelers kan halen die op kant en klaar zijn van 20 miljoen en 25 miljoen. Nee, dat begrijp ik. Dat begrijp ik. Ja. Maar het verschil is toch wel heel pijnlijk nu, of niet? Ik denk dat het meest pijnlijke is, niet zozeer Ajax, maar dat bijvoorbeeld AZ met een mindere begroting op dit moment veel beter voetbal speelt. Vorig jaar in het niet afgemaakte seizoen gelijk stond met Ajax. Nu gaan ze vol voor plek 2. En daar wordt echt mooi voetbal gespeeld. Niet voor niets dat Arne Slot van AZ ook gehaald is en meerdere. Ik denk dat dat nog pijnlijker is dan Ajax dat op dit moment financieel, ja, zo eerlijk moet je zijn, veel en veel verder weg is bij Feyenoord. Ja, dat is zo. Nou, welke plek gaan we eindigen? Zeg het maar, Dennis, begin jij maar. Uiteindelijk wordt Feyenoord vierde en gaat het niet in de play-offs terechtkomen. Ook een stuk hoop wat erbij zit. Ja. Oh, want de vierde plek geeft wat? Dat geeft recht op? Nou, dat hangt er een beetje vanaf natuurlijk hoe de bekerfinale loopt. Als Ajax de bekerfinale wint, dan is plek 4 voldoende om geen play-offs te spelen. Moet Feyenoord wel 2 voorrondes Conference League spelen. Dus het is een ticket van niks. Maar ik denk momenteel het maximaal haalbare wat er nog over is, hoe treurig dat ook is. Nou jongens, sluiten we af met een tune van FC Rijnmond of wat hebben we? Ik ga niet zingen, Harry. Dat mag jij doen. Koud, hè? Hoppa! Hey, wat is de eerstkomende wedstrijd? Wat is de eerstkomende wedstrijd? Feyenoord-Fortuna? Feyenoord-Fortuna. Dus nou, dat kunnen jullie wel aan, hè? Ja, toch? Ja, dacht van hem ook. Dat gaat wel lukken. Hé, hey, dank je wel, hè? Kijk dan. Zwaai even, Sinclair, even zwaaien. Hoi. De mazzel.